Lange afstandskoers. Vertrokken. En we zijn vertrokken, 2960 meter. En we hebben een goede start aan de binnenzijde van Ingo. Aan de buitenzijde is Impressed By You goed weg. Met een paar lengte voorsprong op Kiss Vivant draaien we de bloze bocht in. En een lengte verderop zien we dan Kingsland M. Met achter Kingsland M, Ineke P. Brigadoon. Dat zijn de eerste zes paarden. Coffee Cake Corner die volgt dan met Jugelens Blok aan de binnenzijde. Wanneer we de... 9 galop, 9. Wanneer we de bloze bocht zijn uitgekomen en enkele paarden op grote achterstand, waaronder Kelbu Sapphire, ook Crosby en Jet du Lozet. Maar vooraan hebben we beter nieuws te melden voor Impressed By You. In tweede stelling hebben we dan Ingo, Kingsland M die ligt derde, Kiss Vivant, Ineke P. Brigadoon en Coffee Cake Corner liggen zesde. Vooraan wordt het tempo gedrukt en sommigen zullen dat heel handig vinden. Zo kan Crosby LL opnieuw aansluiting vinden aan de buitenkant van Jugelens Blok. En ook Jor Corbani komt opnieuw in koers met Jet du Lozem. Die volgt Crosby LL met Kelby Sapphire. Dan nog een viertal lengten los van het peloton. Ook Josephine Villa kan de schaduw van de leiders al opnieuw zien wanneer we de Gaverbeekbocht uitkomen. En dat doen we met Impressed By You als koploper. Tempo is heel rustig. En aan de buitenzijde gaat Jo Corbani met Jet du Lozem daar verandering in brengen. Die rukt op naar de tweede plek. Passeert Ingo. Kiss Vivant die komt daardoor vierde te liggen. De favoriet Kingsland M die ligt vijfde. Ineke P. Brigadoon die bekleedt dan de zesde plek met Coffee Cake Corner in zevende stelling. Aan de binnenzijde volgt Jugelens Blok met Crosby, Crosby. Dan in het gezelschap van Kelby Sapphire. En zo draaien we de bloze bocht die opnieuw wint. Het is het derde van de vijf te nemen bochten in deze plastic Hofstade draverij. Met als koploper Impressed By You. Gerry van Loek drukt het tempo en de anderen die luisteren naar zijn orders. Enkel Kelby Sapphire die trekt nu ten aanval in dat derde spoor richting Kingsland M. Gerry van Loek kijkt even over zijn linkerschouder, ziet dat er een aanval is van Kelby Sapphire en Raf de Puit en laat zijn Impressed By You wat sneller draven, alsof je wil zeggen, Kelby Sapphire, er is plaats in mijn rug. Maar ook Jor Corbani heeft dat gezien en die rijdt dan het gaatje dicht met Jet du Lozet. Gerry van Loek, nog eventjes naar links kijken. Het is wel degelijk Kelby Sapphire die tweede ligt. Jet du Lozet, die ligt derde. De favoriet Kingsland M, vierde voor Ingo, Coffee Cake Corner, Kiss Vivant, Ineke P. Brigadoon, Crosby LL. En daarachter zien we dan Josephine Villa en de start van het veld. Samen met Jugelens Blok. Jugelens Blok die steekt even de richtingsaanwijzer uit om achteraan te versnellen. Komt er ook een aanval? De koploper is in ieder geval op 800 meter van huis. Jugelens Blok meldt zich achteraan aan de buitenzijde. Vooraan nog altijd Impressed By You. Gerry van Loek lijkt met de handen vol te zitten. Met een lengte voordeel. Op in tweede positie Raf de Puit met Kelby Sapphire. Achter Kelby Sapphire hebben we dan aan de binnenkant Jet du Lozet. Maar niks de grote heeft zijn Kingsland M nog geen meter te veel laten lopen. Laat zich meezagen in het spoor van Kelby Sapphire, die als die nu de reling neemt, Kingsland M voor het eerst bloot laat zitten. En daar is Coffee Cake Corner aan de buitenzijde. En Impressed By You, die heeft geen tijd om een koffietje te drinken. Die gaat er gewoon vandoor. Met drie lengte voorsprong op Kelby Sapphire, Jet du Lozet. Coffee Cake Corner, die moet heel wijd richting de corner de bocht uitkomen. En daar is ook Kingsland M. En nu is het jachtseizoen plots geopend op Gerry van Loek en Impressed By You. En daar is Kingsland M in het centrum van de baan. En aan de buitenkant Coffee Cake Corner. Maar niks de grote. Hij weet de finish staan. En Kingsland M die steekt zijn neus richting de spiegel. En hij vloert de moeder Impressed By You op de lijn. Kiss Vivant is nog derde. Vierde Coffee Cake Corner. Vijfde Kelby Sapphire. Zesde Jet du Lozet. Zevende Ingo. Achtste Crosby LL voor Jugelens Blok.